Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. Zoals jullie zien ben ik al helemaal in de Christmas spirit. En met kerst zijn er zoveel verschillende activiteiten. De meeste van ze zijn kerstgerelateerd, maar deze december is er ook nog een music contest of een zangcontest om correct en precies te zijn. En de finale wordt georganiseerd. Vandaag zit ik met meneer David, zoals ik hem moest introduceren. En hij staat achter de organisatie van het DMS Song Contest en de finale die georganiseerd wordt. En hij gaat me daar alles over vertellen. What we need is a little Q-time. Hi meneer David. Hallo. Hoe gaat het met u? Goed. Ja, ja, ja. Gaat heel goed. Jij en ik zijn samen zo helemaal in de sfeer, hè? Yes. Ja, ja. Hou je van kerst? Wie houdt niet van kerst? Ik hou van kerst. Ik kan je zeggen welke groep die van kerst houdt, maar daar gaan we naar de energie. Ik hou wel van kerst. Mooie, leuke sfeer. Ja, toch? Mm. En deze kerst, of voor de kerstdag, hebben jullie een finale contest. Ja. Misschien kan je me even in het kort vertellen wie je bent, welke organisatie, en dan gaan we naar het evenement toe. Ik ben meneer David, 29 jaar te jong. Mm-hmm. En ik ben deel van de organisatie van de Song Contest, van deze Song Contest. We hadden een auditie, het Blinde Centrum. Mm-hmm. En we hadden dus voorronde 1 en voorronde 2 in Appinti Studio. Mm-hmm. Heel mooi. En Suriname heeft talent. En vaak bewonderen wij echt talent van buiten, terwijl onze eigen mensen ook talent hebben. En wij hebben dit gedaan en tot nu toe gaat het de goede kant op. We hebben de finale op 10 december in Ballroom Prins. En we geloven dat het een hele mooie, eerlijke finale wordt. Eerlijk vooral. Maar als ik het even mag zeggen, ik heb wel een van de contestanten horen zingen. En ik moet echt zeggen dat er zit echt kwaliteit daar hoor. Uh-huh. Maar we gaan terug naar de avond. Want de voorronden zijn geweest. De voorronden zijn geweest. Ik hoor er toevallig nu pas over. En nu komen we naar de finale avond. Dus wat gaan we daar verwachten? Want wie doet allemaal mee? Hoeveel zijn overgebleven? What's gonna happen? We hadden bij de voorronde 1 hadden wij 30 contestanten. Wauw. En de jury heeft dus, er zijn 8 eruit gevallen. Waren er 22 over bij voorronde 2. En nu zijn er voor de finale 12 over. 12 Surinaamse jongeren die verschrikkelijk mooi zingen. Je ziet, ik maak mijn ogen zo dicht, want het is mind-blowing wat die contestanten doen. Bijna wil mijn ster van mijn boom. Ja, bijna wil dit van mijn hoofd wegvallen. Zo mooi zingen de contestanten. Wow. En we geloven dat het een mooie finale wordt. Zal heel moeilijk zijn voor de jurylid, voor de jury. Mm-hmm. En misschien moet u ook weten wie de jury is. Ik dat zou ik direct vragen. Bent u in de onze jury? Onze hoofdjury is meneer Ivor Mitchell. Oh. En dan hebben we mevrouw Damaris Boys. We hebben Daniel Boys, we hebben Molada Pinas en meneer Enver Panka. Het zijn echte, los één naam ken ik niet, maar de rest zijn allemaal ook Youth Voice talenten. Ja, en volgens mij was meneer Mitchell ook jury bij Youth Voice. Bij Youth Voice, dus ja. Die weet wel wat van muziek en van heel zingen veel, af. Heel veel. Wauw. Heel veel. Het wordt dus een prachtige avond met mooie nummers die vertolkt zullen worden. Ja. En ik keek toevallig naar de poster, want het is eigenlijk niet gewoon een competitie. Want meestal zie je, je krijgt een oorkonde, je krijgt een geldbedrag. Maar de winnaar gaat naar huis met een spiksplinter nieuwe auto. Dat is waar. Dus jullie hebben het wel mooi voor elkaar gekregen dan. Nou, de Heere God daarboven heeft ons geholpen. En we hebben hard gewerkt. Tot nu toe werken wij hard. Dat alle puntjes op de i zijn. We hadden eigenlijk de finale gepland voor 28 oktober. Oh. Maar die is verschoven. Mm-hmm. Die is verschoven. Die is verschoven naar 10 december. Want je moet het goed organiseren en dat kost heel veel geld, heel veel tijd en een goede organisatie. Dus we hadden liever verschuif je hem, dat doe je hem goed. Dat je hem houdt, dat doe je hem niet goed. Nee, dat is een hele goede instelling van jullie. Ja. Dus ik moet ervan uitgaan dat jullie definitely voor kwaliteit gaan. Helemaal. Dus die mensen kunnen avondvol kwalitatieve zangers die klaar zijn om gewoon te strijden voor de eerste plek, mm-hmm. de plaats en prijs. Yes.
Oké, okay. Mensen kijken nu thuis en denken van, oh my god, deze man heeft ons verteld. 30 mensen waren daar zo, er zijn 12 over, dus die kunnen echt gewoon goed zingen. En als ik wil gaan op 10 december, is het gratis? Of nee. Moet ik betalen? Hoe nee. Kom ik, waar kan ik betalen? U moet een kaartje halen? Kopen voor 300 SRD, maar bij Bigala Tour en Ballroom Prince niet maar 1000 mensen. Dus de Surinamers die deze speciale event willen komen meemaken, moeten nu al hun kaartjes kopen. Normaliter zeggen ze, Surinamers kopen kaartjes bij de poort. Ik weet niet als deze mogelijkheid er is, want het wordt een big event. Het belooft heel mooi te worden in Suriname. En er is ook een natraject uitgezet voor de nummer 1, de nummer 2 en de nummer 3. Dat ze begeleid worden om Suriname te gaan vertegenwoordigen in het buitenland. Nice. Dus het is niet gewoon dat je meedoet met een zangcontest en je wint en je gaat naar huis. Je wordt verder begeleid om Suriname daar te gaan vertegenwoordigen. Jullie hebben het helemaal, goed gezien. We zijn druk. Ik ben jullie dankbaar dat jullie dat doen. Want vaak, net als wat je zegt, hoor je wint en dan hoor je niets meer. Dan hoor je niets meer. Mm. Waardoor onze eigen talenten dus verwateren. Ja, verwateren. Maar wij blijven werken aan de oude contestanten. Zelfs de mensen die hebben meegedaan met de auditie zullen allemaal gebeld worden naar dit event om naar les te gaan. Moet je een coaching krijgen, zal je dat krijgen. Ze gaan niet aan hun lot overgelaten worden. Een meisje zei me zo mooi, ik zei ervan, maar we gaan je doorhelpen. En ze zei van, ik ben blij, want niemand gelooft in me. Ziet u? Dus we hebben die talenten, maar die motivatie is er niet echt. En de regering, we moeten echt meer gaan investeren in onze eigen mensen. Vaak bewonderen we buitenlandse mensen. Deze zingt mooi, die daar zingt mooi. Maar hier in Suriname, ik heb dingen gehoord wat ik zeg van wauw. Suriname is ook op een bepaalde level om mee te doen in het buitenland. En we gaan ervoor. En jullie hebben de start gemaakt? Ja. Oké, ik heb nu eigenlijk, als het goed is, alles gehoord. Het wordt een topavond. Het wordt een hele mooie avond. 12 finalisten klaargestoomd om te zingen, letterlijk voor hun leven. Er zijn mooie prijzen. Een kaartje kost maar 300 SRD. Het is op zaterdag. Het is op zondag, 10 december. Sorry. Hoe laat begint het? De inloop is 6:30 en het begint om. Ja, laten we kijken. Hoe laat nee, we gaan niet het zo. Het begint om 7:00. En ik geloof ook dat de Surinamers op tijd komen, want we hebben daar niet de hele avond. Komt u op tijd, de inloop is om 6:30, we starten precies om 7:00. Nee, helemaal goed. Ik ben enthousiast. Misschien wil je me nog snel de 12 finalisten de namen doorgeven voor de mensen dat ze van, ik hoor deze naam en ik denk, nu moet ik er zeker bij zijn. Of anders zeg je, nee, kom gewoon, je moet er gewoon bij zijn, maakt niet uit. Nee, ik ga de namen voor ze roepen, okay. Want je weet maar nooit. Wie zegt van, ik heb mijn favoriet daar. Oké. Okay. We hebben mevrouw Damaris Amouten. We hebben Sarah Adam. We hebben Quinn Biekman. We hebben Dave Plein, wij hebben Michelle Abouna, wij hebben Shaista Oosterwolde, Shakira Harderwijk. Wie heb ik gemist? Op hoeveel namen ben ik niet? Ik heb niet geteld, maar je moet nog een paar. Ik kan je zeggen. We hebben Joshua Sinei, we hebben. Kom op, nog twee. We hebben. Joshua Sinei, heb ik Shaquille Daal alle naam genoemd. Ik ben die twee namen echt vergeten. Okay. Nee, maar die zijn ook steengoede zangers. Ja. En die zullen ook hun best doen om te strijden voor de nummer 1. Yes. Nou, ik zou zeggen, heel veel succes. Dank u wel. En ik hoop dat heel gauw de 1000 kaartjes gewoon weg zijn. Dat het een bomvolle zaal wordt. Mm-hmm. En dat het een prachtige show voor jullie mag worden. Ja, we geloven het ook. Mm-hmm. Ik vraag de Surinaamse gemeenschap, kom de jonge mensen ondersteunen. Zit niet thuis, want je hebt bepaalde mensen die thuis gaan zitten, want ze gaan iemand zeggen, ga live. Kom zelf dat ding live meemaken, want het wordt een mooie avond. Nee, je hebt het al helemaal, je hebt het gezegd. Maar voor we gaan afsluiten, heb je misschien ook nog een kerstwens? Want we zijn beide zo kerstelijk. Ik vind dat je toch wel even je wishes moet geven. Dus ik ga mooi recht zitten. Ja. Kom op, you got this. Mijn kerstwens is dat wij in liefde met elkaar leven. Punt. Dat is het. Laten we van elkaar houden, elkaar lief hebben, ongeacht fouten wat wij als mensen maken. Want we zijn niet voor altijd op aarde. En voor die korte tijd dat wij op aarde zijn, laten wij in liefde met elkaar leven. Niet alleen kerst, maar het geheel jaar door. Elkaar vergeven voor fouten wat wij maken. En
elkaar blijven bemoedigen, van elkaar houden. Dat is echt mijn kerstwens. Prachtige kerstwens. Nogmaals, bedankt voor het komen. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Devon Music School heeft op 10 december hun finale van hun song contest. Er zijn 12 enthousiaste contestanten die hard geoefend hebben en klaar zijn om jullie te laten horen hoe mooi zij kunnen zingen. Dit contest, of de finale, wordt gehouden op 10 december. Een kaartje kost maar 300 SRD. Er is plek voor maar 1000 mensen. Het wordt gehouden bij Ballroom Prins. Het enige waar we nog op wachten is dat jullie snel jullie kaartje halen en gewoon deze jonge Surinamers Valtalent gaan supporten. Je kan je kaartje halen bij Biggie Dalla. En dat is wat ik heb onthouden. Je hebt niet alle namen, ik heb niet alle locaties. Kom dan laten we het afmaken. Maar haal je kaartje gewoon en ga genieten van Surinaams talent. En remember, your time plus my time is cute time. En a very Merry Christmas. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.